mensen, top dat jullie bekijken. Wij zijn uitgedaagd door Niels van Vakkanjers om een terreinvoertuig te bouwen op basis van een grasmaaiermotor. Ja, en we hadden maar anderhalve week tijd, dus ja, we hadden een hele strakke planning. We konden niks aan het toeval en de improvisatie overlaten, dus daarom hebben we dit ding volledig uitgetekend in SolidWorks. Hey, laten we eens even kijken hoe we dat gedaan hebben. Oh ja, voor ik het vergeet. Hey, stem even voor ons. Voor de televisiester natuurlijk, hè. Check de link in de omschrijving. Bedankt. Step into my office. Zo. We zijn even eerst begonnen met in SolidWorks een modelletje te importeren van het motorblokje waar we mee beginnen. En dat is hier de Honda 160 GX motor. Ja, daar hebben we even de specificaties van opgezocht. En dus een aandrijving bedacht. Hè? Ja, kijk, hier zien we weer de motor inderdaad. Die staat hier. Allereerst beginnen we met de eerste vertraging. Hebben we hier een ketting. Je ziet het, die ketting die loopt hier over een spanrolletje. En hieronder loopt die over een groot tandwiel en hier over een klein tandwiel. Je ziet dat de ketting die loopt eigenlijk in een soort van S-bocht. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die twee assen, dus deze as en deze as, dat die tegengesteld draaien. Daar zitten pulleys op, hè, riemschijfjes. Die liggen vervolgens met riemen naar die grote pulleys die erachter liggen. Daar hebben we onze tweede vertraging te pakken. En misschien valt het al op, het zijn riemschijven met twee riemen erop. En ja, de ene die ligt naar de ene as en de andere ligt naar de andere as. Daar hebben we een mechanisme bij bedacht met spanrolletjes, hier zo, met een hefboom, een hendel. Door die hendel zeg maar naar voor of naar achter te bewegen, kunnen we ja, de ene riem ofwel de andere riem op spanning brengen, waardoor dat dus deze grote riemschijf dus ofwel linksom of rechtsom gaat draaien. Dus daar kunnen we dan vooruit en achteruit mee rijden. Ah, hier. Is hij dan? Dit is eigenlijk de frame constructie met daarbij de wielen en ook de aandrijving erin. Hè. Hier zie je weer de aandrijving liggen. Aluminium framepje, om natuurlijk zo licht mogelijk te zijn. De wielen, daar hadden wij een beetje een gewaagd plan voor. Wij hebben ervoor gekozen om binnenbanden te gebruiken als banden. En daarin lichtmetalen velgen, die we ook zelf maken uit plaatwerk. Dat hebben we gedaan omdat we hele grote wielen willen hebben, die eigenlijk heel weinig wegen. En ook die heel soepel zijn, zodat we eigenlijk aan de onderkant een plat stuk krijgen, waardoor we eigenlijk een heel groot contactoppervlak krijgen met de grond natuurlijk. Zodat we extra veel aandrijving kunnen krijgen en dat we zo min mogelijk wegzakken. En we hopen natuurlijk ook nog drijfvermogen te krijgen. En misschien kan die wel varen. Nou, je ziet het. Het idee is helemaal klaar. Laten we gauw gaan kijken of het in het echt net zo mooi is als op mijn scherm. De onderdelen zijn doorgestuurd naar Staaltje Vakwerk. We zijn er. Hey, even kijken. Ik ben benieuwd. Yeah.
Dirk is nog even aan het lassen. Ik ga alvast hier wat dingetjes controleren bij de las of daar nog scherpe stukken op zitten, want dat is natuurlijk niet handig met die binnenbanden. Zoals je kan zien, het voertuig blinkt al een stuk minder hard dan daarnet. En dat komt natuurlijk omdat we hem duchtig aan de tand gevoeld hebben, ja. En dat wordt heel spectaculair en dat wil jij ook zien natuurlijk. Dus dan moet je nog even geduld hebben, want de testvideo die komt er binnenkort aan. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende!